Yo. Mag ik heel uit, is een schok. Mijn naam is Ian. Ik ben Nick. En wij hebben samen een Nian podcast gemaakt. De Nian podcast is made possible by SoundCloud, YouTube Red, Bros in Hell, Lee Clothing Brand en Adobe. Welkom luisteraars bij de eerste editie van de Nian Podcast. Mijn naam is Nick en vandaag ben ik de host van de show. Als mede-YouTubers willen wij allemaal erg graag viral gaan. Maar hoe krijgen we dat eigenlijk voor elkaar? En waar zit de grens van entertainment op YouTube? Vandaag gaan we het hebben over de Logan Paul controversie. Jullie hebben het vast wel meegekregen. YouTuber Logan Paul plaatste een video waarin hij een lijk filmde in het Aokigahara bos in Japan. Beter bekend als Suicide Forest. Paul's reactie na het vinden van het lichaam zorgde voor erg veel ophef in de YouTube community. What the f*** is going on? I don't know, dude. I don't know. Why? It's sinking in, bro. This wasn't supposed to happen, man. Al snel werd de video verwijderd en bood Logan Paul zijn excuses aan. I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. We gaan over naar onze interviewer Ian in de Nian Lounge. Hij is samen met YouTuber Lucky Vlogs. Naast mij zit Luke Arts. Luc, vertel eens kort iets over jezelf. Hoi, ik ben Luc, ik ben 23 jaar en ik maak YouTube content. Klopt het dat jij naar de 1 miljoen abonnees gaat? Ja, mijn kanaal groeit echt gewoon super hard en vanochtend had ik ruim 920.000 abonnees. Dus. En wat voor soort video's plaats je dan voor zoal? Ik reis veel met vrienden en daar maak ik dan verschillende vlogs en edits van. Vertel eens, hoe is jouw succes ontstaan op YouTube? Ja, in 2015 merkte ik dat vloggen eigenlijk gewoon steeds populairder werd op YouTube. YouTuber Casey Neistat inspireerde mij om travel lifestyle vlogs te maken. En ik besloot zelf om een kanaal te maken en gewoon vlogs te gaan opnemen. Ik begon met het filmen van mijn vakantie in Bali, een eilandje in Indonesië. Ik maakte daar gewoon een sikke vlog van. En die video die haalde al snel iets van 1000 views en dat motiveerde mij gewoon om daarmee door te gaan. Je hebt ook vast de viral video van Logan Paul meegekregen. Wat vind jij van die situatie? Is hij te ver gegaan? Ja, ik vind dat hij wel echt gewoon fout zat. Want je plaatst niet zomaar gewoon bijna een close-up van een dood iemand op YouTube. Op je grote, gigantische kanaal zelfs, waar je miljoenen kijkers op hebt. Aan de ene kant, hij heeft natuurlijk helemaal geen realistisch beeld meer, omdat hij zo populair is nu. En hij weet gewoon niet meer. Er staat zo'n grote druk op hem dat hij gewoon soms acties onderneemt die gewoon totaal onderdacht zijn, maar voor hem dan logisch lijken. Kan jij onze luisteraars nog wat do's en don'ts geven om succesvol te worden op YouTube? Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je vooral je doelgroep weet. Verder moet je gewoon je video gewoon deelbaar maken, waardoor mensen denken van, dit is een grappige video, dat moet zij of hij zien. Verder, zorg dat je gewoon die aantrekkelijke titels hebt, thumbnails, tags, dat is gewoon allemaal belangrijker dan je denkt. Er zijn natuurlijk dingen die je niet moet doen, en dat is dat je video's gewoon te geforceerd overkomen met dat je duidelijk op de camera verschijnt omdat het moet. En niet omdat je het zelf leuk vindt. En verder houd je aan de YouTube-regels. Luc, bedankt voor je tijd. Succes met het behalen van de 1 miljoen abonnees. Maar dat moet wel lukken, denk ik. Ja, dat denk ik wel hoor. Het gaat lekker, maat. Nice. De Nian Podcast wens je succes met viral gaan. Heb jij nog ideeën over hoe je viral kunt gaan op YouTube? Comment dan onder deze video. We zien jullie graag volgende week weer. Doei! Yes, dat was hem alweer. Hopelijk vonden jullie onze podcast leuk, naar te luisteren en ook interessant. Ik denk zeker wel dat die afgespeeld zou kunnen worden op de radio of op Spotify of zo. Want we hebben goed nagedacht over hoe klinkt het. Alle audiolevels zijn netjes afgestemd, zodat er geen hoge pieken tussendoor komen, waardoor je last kan krijgen van je oren of wat gewoon irritatie opwekt. Ruis is erg verminderd en geluidseffecten toegevoegd, waardoor het echt een leuk geheel wordt. Ja, we hebben ook echt nagedacht over hoe we de audio gingen opdelen en welke lagen. Achtergrondmuziek, stem, we hebben ook soundeffecten toegebruikt voor overgangen tussen verschillende fragmenten of segmenten. We hebben het ook een beetje
geëdit, zeg maar, als een soort van YouTube vlog. Een beetje die snelle stijl met die sound effects, achtergrondmuziek. En ja, vandaar is het een beetje een soort van YouTube vlog, maar dan toch wel een podcast. Het onderwerp is echt nu aan de gang. Je ziet dat veel meer mensen op YouTube komen en ja, gewoon succes willen met YouTube. En het Logan Paul verhaal is ook echt pas gebeurd. Dus het is echt wel wat nu speelt en daardoor zorgt het wel voor voldoende aandacht. Ja, ik denk dat het echt wel voor velen interessant is om hiernaar te luisteren. Ja, vooral de generatie van nu kijkt veel YouTube. Vandaar dat ze ja, ook al weten wat er gaande is in de community, zeg maar, in de YouTube-wereld. Vandaar dat het ook wel een interessant onderwerp is voor die doelgroep. Ja, nog één dingetje. Eigenlijk was de originele podcast wat langer. De audio hebben we wat moeten inkorten, anders kwamen we over de grenzen van de tijd. In het script gaan we de volgende keer, denk ik, dan beter timen hoe lang alles gaat duren. En dan misschien dat we echt maar net iets onder de tijd moeten uitkomen in het script zelf al. De tekst misschien lezen en dan kijken hoe lang het duurt.